Wat doet DNA nou eigenlijk precies? Dit is de Universiteit van Nederland. Staat hij nou aan het draaiorgel te draaien? Het college zou toch over DNA gaan? Het DNA is een molecuul. Dat is dus een fysiek ding, iets wat je kunt vastpakken. Maar tegelijkertijd is het ook een code. Dat is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk te begrijpen hoe dat kan. Want daar helpt dit draaiorgel ons heel erg goed mee. Er gebeurt namelijk precies hetzelfde. Er zit een ding in. En dat noemen we een draaiorgelboek. En als ik u vraag waar zit de code, dan zult u waarschijnlijk wijzen op de plekken waar de gaatjes zitten. De plek van de gaatjes bepaalt de code. En de code wordt afgelezen in het apparaat. En dan komt er muziek uit. Eigenlijk is dat ongeveer hetzelfde wat uw DNA in uw cellen doet. Alleen, er zitten geen gaatjes die afgelezen worden door dit soort palletjes en pijpjes en buisjes. Maar het zit net iets ingewikkelder. Kijk, als je het DNA-molecuul goed bekijkt, dan realiseer je dat het op atomair niveau zit. Dat het is minuscuul klein. En dat betekent dus ook dat je het eigenlijk nauwelijks met het blote oog kunt zien. Sterker nog, het zit in je cellen en je cellen kun je ook met het blote oog niet zien. Je hebt 40 miljard cellen in je lichaam. En 40 miljard cellen, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Je moet er 40 vrachtwagens met zand voor laden en dan alle zandkorreltjes gaan tellen om tot 40 miljard te komen. Een absurd getal. En als je dan inzoomt in die cel, dan zie je dat, dit is een schaalmodel van een cel, dan zie je dat er in het midden van die cel een kern zit. En in die kern, daar zit het DNA opgerold. Als een lange sliert moet je dat voorstellen, helemaal als klosjes garen, bij wijze van spreken, in elkaar gepakt. Nou, hoeveel van dat DNA zit er dan in een cel? Dat kan ik eigenlijk het beste weergeven aan de hand van de DNA-code. En om te begrijpen wat de DNA-code precies is, zullen we even een stap maken naar van dit model, zoals je het hier ziet, naar een iets schematischer model. Dit namelijk. Je ziet dat het DNA-molecuul een wenteltrapvorm heeft. En elke trede, daarvoor heb je 4 opties. Het zijn eigenlijk 4 chemische componenten die, afhankelijk van in welke volgorde je ze aantreft, een code vormen. En je kunt die code ook aflezen. We hebben dus afgesproken dat we die 4 verschillende componenten aanduiden met 4 verschillende letters. Een A, een T, een C en een G. Chemische componenten die je, als je ze in de juiste volgorde zet, tot een DNA-code kunt maken. Je zou het kunnen vergelijken met een heel lang lint, zoals dit, waarin achter elkaar A, T, C, G, A, T, en eindeloos gaat dat door. Die code kunnen we lezen. En dan hoop je dat je iets begrijpt van hoe die cellen werken. Maar die code, daar zit zoveel in een cel, dat kun je bijna niet voorstellen. Kijk, dat lint, als je de code probeert te vatten in dat lint, dan zou je ongeveer 200.000 kilometer lint nodig hebben. Dat is 5 keer de aarde rond. Kunnen we dat nog iets concreter maken? Kunnen we dat nog iets beter vatten? Nou, stel nou, je pakt gewoon van deze rollen. Hè? Een rol zit 250 meter lint op. Hoeveel van die rollen heb je dan nodig?
Nou, even rekenen, dat betekent ongeveer 50.000 rollen. 50.000 rollen, hoe kun je die kwijt? Nou, ik doe een voorstel. We pakken 46 vrachtwagens. En die 46 vrachtwagens die proppen we helemaal vol met deze rollen. Dan heb je ongeveer de hoeveelheid informatie, de code die in één cel zit. Je hebt de helft van je vader en de helft van je moeder. 23 van die vrachtwagens bevatten de code die je van je moeder hebt gekregen. En de andere 23 vrachtwagens bevatten de code die je van je vader hebt gekregen. En als je vrachtwagen 1 van je vader met vrachtwagen 1 van je moeder vergelijkt, dan zijn die bijna identiek. Omdat de eigenschappen die in die vrachtwagens zitten, dezelfde eigenschappen zijn zoals je ze bij je vader aantreft of als je ze bij je moeder aantreft. Er zit wel wat variatie in. Je vader heeft misschien bruine ogen en je moeder heeft blauwe ogen, maar je vindt dat stukje informatie in dezelfde vrachtwagen, zelfs ongeveer op dezelfde plek. Wat we ons hebben afgevraagd in de afgelopen 100 jaar, is hoe die code nou precies invloed kan hebben op je cellen. En daar is dat draaiorgel weer ontzettend handig voor. Want die code, die kan afgelezen worden. Maar dat kan eigenlijk alleen maar als er in de cellen iets zit dat die code kan aftasten. Dat geldt hetzelfde voor zo'n draaiorgel. In het draaiorgel zitten allerlei buisjes en palletjes. En ik heb me laten vertellen dat het vooral met luchtdruk werkt. En als er een gaatje zit, dat er dan een buisje open gaat en een klepje. En dan hoor je muziek. Stop je nou een ander boek in hetzelfde draaiorgel, hoor je andere muziek. Hetzelfde geldt voor DNA. Als er ander DNA in een cel zit en die machinerie in die cel die gaat aflezen hoe dat DNA eruit ziet, dan gaat die cel andere dingen doen. En je weet waarschijnlijk dat je cellen allerlei verschillende dingen doen. In je darmen zitten cellen die kunnen voedingsstoffen opnemen. In je longen zitten cellen die kunnen zuurstof opnemen. In je spieren zitten cellen die kunnen samentrekken. En dat betekent dus dat er in die cellen mechaniekjes zitten, dingetjes zitten die ervoor zorgen dat die cel dat doet. Een draaiorgel maakt muziek. En je cellen maken eigenlijk ook muziek. Maar dan al die dingen die samen zorgen dat je lichaam functioneert zoals het hoort te functioneren. Maar wacht even. Zei ik nou dat er in je cellen mechaniekjes zitten, dat er in die cellen ook machinerie moet zitten, net zoals in een draaiorgel, dat eigenlijk je cellen een soort draaiorgeltjes zijn? Ja, eigenlijk wel. Het is helemaal niet zo gek om je cel te vergelijken met een draaiorgel. Of eigenlijk, misschien nog wel mooier, een fabriek. Allerlei kleine machientjes, allerlei kleine onderdeeltjes die daar aan het werk zitten, die werken daar op een hele mechanische manier. En als we dan een kijkje nemen in die cel, en we kunnen meekijken op het scherm, dan zullen we inderdaad kunnen zien dat daar, net als in dat draaiorgel, allerlei onderdeeltjes aan de slag zijn. We nemen een kijkje in de cel en eigenlijk het enige waar ik je op wil wijzen is dat het een soort mechanisch geheel is. Er komt iets bij, er gaat iets af, er draait iets rond. Het een wordt doorgegeven aan het andere. Het lijkt bijna een lopende band. Heel bizar. En als je dan één zo'n machientje onder de loep neemt en we kijken dan naar het volgende beeld, dan zie je inderdaad dat een heel mechanisch geheel is. En deze dingen, die machientjes in je cel, je kunt het bijna niet geloven, maar deze dingen noemen we eiwitten of proteïnen. Een heel suf woord voor een heel ingenieus onderdeel van je cellen. Ik ga ook het woord eiwitten niet meer gebruiken. Ik noem deze dingen machientjes. Eigenlijk simpelweg omdat ik het zo mooi vind hoe ze kunnen werken. En ook om het beeld op te roepen van dat het eigenlijk de onderdeeltjes, de radertjes in je cellen zijn. Het doet misschien een beetje magisch aan, zo'n plaatje, maar we weten eigenlijk heel precies hoe zo'n machientje werkt.
Het is puur scheikunde, het is puur natuurkunde. We kennen de krachten die er spelen, we kennen de bewegingen. En we kunnen eigenlijk heel goed verklaren dat dit inderdaad zo werkt. En dit tussenstapje naar de machinerie in de cel heb ik nodig, omdat we het uiteindelijk gingen hebben over DNA. Wat is nou de rol van het DNA in je cellen? Eerste plaats, heel belangrijk om te onthouden, uw DNA is geen machientje. Het DNA doet helemaal niks. Het wordt afgelezen door de machientjes. Net als dat orgelboek, zelf geen muziek, maar het wordt afgelezen in het orgel en daardoor ontstaat er muziek. Dat betekent wel dat als er in je cellen DNA wordt afgelezen, dan moet er dus iets zijn dat DNA kan aflezen. Nou, drie keer raden. Zo'n machientje. We hebben dus machientjes in onze cellen die DNA aflezen. Dat is natuurlijk een bizar idee. Dat is alsof je daadwerkelijk een soort lopende band in je cellen hebt. Maar het wordt nog veel bizarder, wat mij betreft in ieder geval. Kijk, dat orgelboek in zo'n draaiorgel, dat is eigenlijk vrij makkelijk te begrijpen. Direct door de gaatjes worden de klepjes bediend. Maar zo simpel werkt het bij DNA niet. Eigenlijk werkt het nog veel eleganter. Het DNA bevat de bouwinstructie voor de machientjes. Dus de code in het DNA bepaalt hoe de machientjes eruit komen te zien. En ook dan moet je weer een denkstap zetten, want dat betekent dus dat er machientjes in je cellen zijn die machientjes maken. Dat is alsof er robots zijn die robots in elkaar aan het zetten zijn. Nou, dat idee, dat beeld, dat vind ik bizar. Maar sterker nog, de studenten die ik lesgeef, die vinden dat ook heel raar om op die manier over cellen na te denken. Kijk, cellen zijn de onderdelen van je lichaam, die maken wie jij bent. En als je cellen door machientjes eigenlijk in beweging worden gezet, ja, ben je dan zelf misschien ook een machine? Of hoe zit dat? Nou, laten we die vraag even parkeren tot bij de borrel. Er is één ding wat ik nog niet genoemd heb. Een woord wat jullie allemaal op je tong hebben op het moment dat het over DNA gaat, dat is het woord genen. Een gen. Wat is nou eigenlijk een gen? De meeste mensen denken wel, oké, je genen dat zit in je DNA of het heeft iets met je DNA te maken. Nou, het is voor mij op dit moment met dat hele verhaal wat ik gedaan heb heel eenvoudig uit te leggen wat een gen is. Alleen ik zit met een probleem. Wij als docenten, die mensen, die studenten moeten leren wat DNA is, die hebben een enorme last van het verleden. Want in alle schoolboeken staat eigenlijk iets wat 100 jaar geleden al de wereld in kwam, maar wat we al lang hadden moeten vergeten. Er wordt altijd gezegd, een gen dat codeert voor één erfelijke eigenschap. Een gen, dat is de informatie voor je oogkleur. Of je haarkleur. Oogkleur, niet één machientje hoor. Er zijn wel 10 genen bij betrokken, minstens. Zeker 10 machientjes nodig om de kleur van je oog te maken. Het is helemaal niet handig dat we dat zo in onze schoolboeken hebben neergezet. Er is eigenlijk maar een paar uitzonderingen waarbij het klopt dat één machientje en één gen aan elkaar te koppelen zijn. Alleen dan geldt de theorie. Als de eigenschap die je bestudeert rechtstreeks te maken heeft met wat je machientje doet. En we kunnen er eentje bespreken, nog snel. Ik vraag gewoon aan het publiek, weet je misschien of jij drager bent van het ADLH2-gen? En dan wel de variant nummer 2. Geen idee? Nou, daar zullen we snel genoeg achterkomen. Drinkt hij wel eens een biertje? Ja. Drinkt hij ook wel eens meerdere biertjes? Ja, meerdere biertjes. En als hij meerdere biertjes drinkt, heeft hij dan een rode blosje op zijn wangen? Krijgt hij rode konen? Naarmate de hoeveelheid groter wordt. Ik gok dat je het niet hebt, het ADLH2-gen variant nummer 2. Want dan zou je namelijk bij 2 biertjes al knalrode wangen hebben. En dat komt omdat alcohol in 2 stappen wordt afgebroken. Je hebt er 2 machientjes voor nodig. Je eerste machientje zet alcohol om in acetaldehyde, een hele giftige stof.
Het tweede machientje zet dat acetaldehyde om in iets wat veel minder giftig is en gewoon in je lichaam kan worden opgenomen. Als je variant 2 hebt, dan is je tweede machientje kapot. Dan krijg je die giftige stof in je lichaam, dan krijg je eigenlijk een vergiftigingsreactie, je bloedvaten worden wijder, je wangen worden rood. En ja, dit tref je vooral aan bij Aziatische mensen, zie je dit vaak. En in die gevallen kun je zeggen, jij hebt het gen. Als je je machientjes in je lichaam kent, kun je dan ook complexe dingen voorspellen, zoals bijvoorbeeld intelligentie. Daarover gaan we het hebben in het volgende college.